Goedemorgen allemaal. Welkom bij de live uitzending. Ik heb deze keer weer een aantal leuke nieuwe artikelen voor jullie. En die wil ik jullie weer even laten zien. Er is afgelopen week weer zoveel bij ons binnengekomen. Dat ik geen idee heb wat ik vandaag allemaal kan laten zien. Maar het is in ieder geval heel veel wat binnen is gekomen. Dus ik ga mijn best doen om zoveel mogelijk aan jullie te laten zien. Ik wacht heel eventjes zodat we net iets meer kijkers hebben en dan ga ik gezellig van start. Nou, ik heb al wat leuks voor jullie klaargelegd, dus dan hebben jullie alvast iets om even naar te gaan kijken. Nou, wat ik heb klaargelegd is het nieuwe AB-studio van Aga Baraniak. Het is een Pools merk, dat hebben wij nu nieuw in de winkel opgenomen. We hebben pas de vraag gesteld op onze pagina van, zouden jullie dat een leuk merk vinden, een leuke toevoeging voor onze winkel? En eigenlijk was iedereen enthousiast, dus we hebben nu de eerste zending binnengekregen. Nou, dit is een Pools merk. Het is een iets duurder merk, maar het is qua kwaliteit ook wel echt ontzettend mooi. Het is gewoon heel stevig papier en onze eigen Cindy Wille, die zit ook in het designteam van dit merk. En zij zal dus ook regelmatig wat dingetjes hiervan laten zien. Ik kan er ook al wel gelijk bij vertellen. Op zaterdag 20 oktober is het. Hebben wij ook weer een workshopdag in onze winkel. Een mixed media workshopdag. En bij Cindy ga je dus ook met dit merk ga je iets leuks doen. Wel in combinatie met de pasta's, de mask stencils, sprays van Lindy, embossingpoedertjes, eigenlijk van allerlei leuks. Dus dat wordt weer echt een hele leuke, leerzame mixed media dag. Dus mocht je nog twijfelen over 20 oktober, meld je dan gezellig aan. Want dat wordt echt een hele leuke dag. Nou, ik ga ondertussen gelijk van start. We hebben inmiddels al wel redelijk wat kijkers, dus we gaan van start. Nou, wat ik dus al vertelde, dit is een nieuw merk. We hebben een aantal stempels in het assortiment opgenomen en een aantal mask stencils. We zijn niet zo heel groot begonnen om eerst even te kijken hoe het aan gaat slaan. Maar nu de eerste reacties gezien te hebben, gaan we dit vast wel uitbreiden. Oh, ik zie dat Aga Baraniak zelf ook meekijkt. Hi Aga, welkom. Nou, dit zijn dus de mask stencils en deze mask stencils, zoals je al wel kunt zien, zijn dus echt heel erg gedetailleerd. Dus echt hele fijne dotjes allemaal. En dat maakt dat de mask stencils ook net ietsjes duurder zijn. Deze mask stencils zijn €5,45, maar in verhouding valt het nog mee. Inge Brunnekreef, je kunt gerust aan zo'n workshopdag meedoen hoor. Want zeker tijdens zo'n grote workshopdag, dan kan je altijd van je buurvrouw, je buurman, af en toe hebben we inderdaad ook buurmannen, kan je best wel wat lenen en geef het anders van tevoren eventjes aan. Dan zorgen wij dat er wat klaar ligt. Wij kunnen niet voor een hele grote groep mensen alles klaarleggen, maar zijn de enkelingen die niet wat hebben, dan kunnen wij daar echt wel rekening mee houden. Nou, ik zie dat Yvonne dit al besteld heeft, dus die krijgt het heel snel in huis. Nou, ik was ondertussen even een reactie aan het lezen en beantwoorden. Kijk, maar wat je hier dus ook kan zien, dit zijn dus echt hele fijne, gedetailleerde mask stencils. En deze, ik vind ze zelf echt helemaal te gek. Dus die staan in de webwinkel. Deze nieuwe artikelen kun je trouwens allemaal vinden bij de datum van 25 september. Dus kijk even bij nieuwe artikelen 25 september. Dan hebben we ook wat hele leuke stempeltjes. Deze stempeltjes die zijn unmounted. Dat betekent dat er geen rubber achter zit. Maar dat je ze zelf nog even moet voorzien van IZ-mount. Of wat je ook kan doen is gaan werken met het tack and peel. Dit zijn kleine stempeltjes. Ze zijn echt niet groot. Maar ze zijn, wat je zo kan zien, echt heel erg gedetailleerd. En dat maakt dat deze dus ook net wat duurder zijn. Dus dit zijn echt kwalitatief hele goede stempels.
Deze zijn ongeveer 4 bij 4,5 centimeter. Dus dan heb je een beetje een idee wat je daarmee kan verwachten. Ik moet ze nog even allemaal opmeten en de afmetingen er ook bij zetten. Nou, van die stempels hebben we dus hele mooie rozen. En die zijn weer te combineren met het scrappapier. Hele mooie bloemen, een takje nog. Dus dit zijn zo even wat stempeltjes uit die nieuwe serie. En dan hebben we natuurlijk het papier. Ik ga even deze nog aan de kant leggen, want ik ga beginnen met de pakketten. Wij hebben geen losse vellen, maar alleen de pakketten zijn we mee begonnen. En wij hebben 4 pakketten. Even kijken, de Tandy Art ook door. Die heb ik niet gezien, Ilse Kleijen, die Tandy Art. Zou ik dan nog even naar moeten zoeken? Geen idee. Komt me niet heel bekend voor. Ik ga er eens even naar kijken. Nou, dit is het eerste set. De Be Gentle. In dit set zit 6, even kijken, 2, 4, 6, 8, 10 designs. En 1 bonusvel. En dat bonusvel, dat zit dus aan de achterkant van de voorpagina. Dus nooit de voorpagina weggooien. Dit netjes bewaren en uitknippen of wat je er ook mee wilt. Je kan deze dingen, die zijn dus in zwart-wit geprint. Maar dit is zulk stevig papier dat je ze dus zelf nog op kleur kan brengen met het medium wat je maar wilt. Het kan zelfs nog wat water verdragen. In deze serie hebben we deze hele mooie met rozen en script. Met aan de achterkant een hele mooie doily weer verwerkt. Dus dit is papier uit Polen en het is 250 grams papier. Dus het is echt heel mooi stevig papier. De prijzen van deze setjes weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Maar ze variëren tussen de 7,95 en de 9,95. En daar heb je dus een flink aantal velletjes wel voor. Ik durf de prijs per vel dan even niet te zeggen. Dan zouden jullie even in de webwinkel moeten kijken. Deze week loopt bij mij even alles helemaal anders dan anders. Dus ik ben iets minder voorbereid dan wat ik eigenlijk had willen zijn. Maar dat geeft niet. Ik kan in ieder geval weer van allerlei leuks laten zien. Kijk, en dit matcht gewoon onderling gewoon zo mooi met elkaar. Zeker dit lila, daar ben ik natuurlijk helemaal weg van. Dit vel ook. Die is echt geweldig. Ja, dat dacht ik al, dat deze Be Gentle inderdaad iets goedkoper was. Kijk, en hier aan de achterkant is ook weer een blanco vel. En deze die kan je dus ook zelf weer op kleur gaan brengen. Nou, dit is dus het Be Gentle set en die is €7,50. Even kijken dat ik die aan de kant kan leggen. Dan hebben we de Dreamland. Daar weet ik wel van dat die €9,95 is. En hier zitten dus ook net wat meer velletjes in. Want dit zijn in totaal 16 designs. Dus 8 vel dubbelzijdig. En dan ook weer 1 bonusvel erbij aan de achterkant. Kijk, dit is toch echt geweldig gaaf. En dit kan je dus zelf uit gaan knippen. Heb je moeite met heel fijntjes te knippen, dan kan je ook zeggen van, nou, ik laat er gewoon iets een klein wit randje erachter, zeg maar. Dan heb je gelijk een soort matlaagje. Nou, dit is super mooi. Kijk eens. Ja, ik heb ze zelf verder ook nog niet open gehad. Ik heb gewoon, tijdgebrek. Dus ik kijk gewoon gezellig met jullie mee. Nou, kijk maar eens hoe mooi je dit allemaal weer onderling kunt combineren. Kijk, dit is ook, dit kan je weer allemaal uit gaan knippen. Ja, wij moeten binnenkort ook even een keer wat afspreken hoor, Ilse. Dat staat ook nog heel hoog aan mijn prioriteitenlijstje. Dat we eventjes
kijken voor de workshops dat we daaruit kunnen komen. Ilse Kleijen, die kennen jullie misschien wel. Die kan ook echt prachtig tekenen. En het is de bedoeling dat zij ook nog een keer workshops in onze winkel gaat geven. Dus ook echt ja, richting mixed media en art journaling. Super gaaf. Nou, dit papier is echt... Ja, ik vind hem geweldig. En weet je, zoals dit soort vellen ook, die zijn nu zeg maar een beetje zwart-wit tinten. Wat je met deze ook kan doen, is deze natuurlijk gaan bewerken met wat gesso. Of met witte gesso, een heel dun laagje. Of met transparante gesso. En dan kan je het natuurlijk ook nog zelf op kleur gaan brengen met allerlei sprays of distress inkt of wat ook. Ja... Beide kanten zijn inderdaad mooi dat het zonde is om het te gaan gebruiken. Dat vind ik dus ook altijd jammer. Kijk, zoals deze ook, ja, die labels, dat, ja, geweldig. Hier zou je inderdaad eigenlijk twee pakketten van moeten hebben. Dit ook, oh. Mijn handen jeuken al. Hebben jullie daar nu ook al last van? Ik krijg dan zo zin om gelijk mijn schade in te zetten. Zoals deze kaartjes ook, ja. Ik denk dat je voor dit soort kaarten, als je deze al als basis doet, dan hoef je er verder al bijna niks meer bij te doen. Zo mooi. Nou, hier ben ik wel... Dit is de Dreamland, daar ben ik echt wel helemaal weg van. Ja, weet je, ik durf hier wel gewoon de schaar in te zetten, hoor. Want... Als je alles laat liggen, dat vind ik ook weer zo jammer. Want over een jaar is het ook weer ja, oud, zeg maar. Dan is er alweer zoveel ander nieuws. Nou, In Wonderland. Ook een hele mooie. En ook hiervoor geldt, ook dit kun je allemaal nog zelf een beetje op kleur gaan brengen. Ja, dat weet ik niet waarom ze alles dubbelzijdig doen. Ik vind dat soms ook wel jammer. Ja, ik denk dat het qua drukken misschien voordeliger is dan allemaal verschillende velletjes. Kijk, zoals dit ook voor echt die mooie nostalgische kaarten. En je kunt natuurlijk ook zeggen van, nou weet je, ik ga onderling ga ik die pakketten ook nog weer combineren. Dus je hoeft niet te zeggen van, nou, ik hou In Wonderland alleen bij In Wonderland. Nee, je kunt ze ook prima onderling gaan combineren. Welke staat niet in de shop, Ellie? Als het goed is, zouden ze er allemaal in moeten staan. Oh, deze met die labels ook. Zo gaaf. En hier zitten dus ook allemaal teksten bij. En die teksten die kan je dus ook nog zelf weer uit gaan knippen. Dus gewoon even netjes eromheen snijden. Ik zal eventjes kijken. Ja, In Wonderland staat er wel in, hè? Ik wil eens zeggen, leek me al heel vreemd dat er iets niet in... Ja, in de webwinkel kan natuurlijk ook wat fout gaan. Maar normaal gesproken zou alles erin moeten staan. Jawel, Anneke, die moet er wel in staan hoor. Nou, dit was dus het set In Wonderland. En dan hebben we nog een laatste set. Dit is eigenlijk net weer een ouder. Dit is echt de laatste keer dat we deze binnen zullen krijgen. Want deze is uit de collectie. Maar het ontwerp is wel van Aga Baraniak. Maar onder eigen label. En niet onder de AB Studio. Dus dit is zeg maar de laatste setjes. De laatste 9 heb ik kunnen krijgen. Dus wie alsnog dit set wil, moet niet te lang wachten. Dit is dus een hele mooie met ja, een beetje fuchsia tinten. Romantic Garden 2. Ook een hele mooie. Ik
Kijk, en zoals deze bloemen, je kan zeggen van ik gebruik dat echt als achtergrondvel. Of je knipt ze gewoon allemaal uit. Dat is maar net wat je zelf leuk vindt. Hele mooie houtpagina erbij. Nou, deze ook, ja. Dit zijn wel weer ook echt mijn kleurtjes. En zeker met dit vel erbij. Dat matcht gewoon weer super mooi. En deze. Dit is dus een iets kleiner paperpad. Echt een beetje, ja, orchideeënachtig. Een hele mooie. Nou, dan hebben wij nog wat vellen waarbij je zelf de elementen uit kunt knippen. Daar hebben wij twee soorten van de Something Blue en de Beautiful Things. En dat is dus één met een beetje blauw-geel-groen tinten. En eentje met ja, echt een beetje de vintage tinten. Deze plaatjes kun je dus bij al die verschillende paperpads gaan gebruiken. Deze heeft dus ook een achterkant. Nou, ik zou dat doodzonde vinden om deze achterkant voor dit papier te gaan gebruiken. Dus voor mij zal die achterkant, doe ik niks mee. Ik gebruik echt alleen maar deze om de elementen uit te gaan knippen. Dus dit is ook weer een hele mooie. We zullen binnenkort in onze groep ook nog wel allerlei voorbeelden laten zien. Cindy is er ook nog heel druk mee bezig. Dus dat komt allemaal nog. Die losse vellen die zijn trouwens allemaal €1,95 per stuk. Dat zijn iets duurdere vellen, maar die zijn dus ook 250 grams papier. Dus echt heel mooi stevig. Nou, dan hebben wij nog één laatste set. Dat is een set van de vier verschillende soorten met de vintage elementen. En zo'n set kost dan €4,95. Dan krijg je vier vel van 30,5 bij 30,5. En in dat set zit dus vintage element nummer 1. Dat is deze. Deze tekstjes, zeg maar, kan je allemaal gewoon zelf uitsnijden en verwerken op je kaart. Dit kan je dus ook zelf op kleur brengen. Nou, dan kan je kiezen van welke kant wil je, de voorkant of de achterkant. Nou, van deze inderdaad ook wel een beetje jammer dat je moet kiezen tussen de voor- of de achterkant. Nou, dit vel ben ik helemaal weg van. Die vind ik echt geweldig gaaf. Ja, het is inderdaad soms wel net iets groter dan voor als jij zeg maar een 15-15 kaart maakt. Maar het kan wel heel goed hoor, want ik maak zelf ook 15x15 kaarten. Nou, van deze kunnen jullie zien heb ik stiekem al een stukje afgesneden, want dat heb ik al gebruikt. Dus het onderste gedeelte missen jullie. Maar dat zal ik zo even laten zien. Kijk, hier aan de achterkant ook wat muzieknoten, maar die zal ik dus ook niet gaan gebruiken. En eentje met hele mooie bloemen. Maar daarvan zou ik ook deze pagina denk ik gaan gebruiken. Maar dat zie ik TZT nog wel. Ja, die paddenstoelen die zijn echt heel mooi. Nou, dit was eigenlijk alles wat ik jullie wilde laten zien van dit Aga Baraniak studio. Het is dus echt een heel mooi merk. En wil je ermee gaan werken, zaterdag 20 oktober, gaan we hiermee ook aan de slag tijdens de workshopdag. Nou, dan ga ik over naar het volgende, want ik ga gewoon even stug door, want ik heb best veel om te laten zien. De nieuwe Dutch Doobadoo collectie is binnen. Wat is deze maand nieuw? Nou, we hebben weer het Greyboard Art. En deze keer hebben we dus de alfabetlettertjes. En dat echt allemaal verschillende groottes. Je hebt bijvoorbeeld de E in groot iets kleiner. Volgens mij zit alles er drie keer op. Als ik het zo in de Nee, de E zit er zelfs vaker op. Nou, dan denk ik dat bijvoorbeeld de E gewoon een aantal keer vaker erin zit. Ik heb dit dus nog niet zo heel goed bestudeerd, kunnen jullie wel zien.
Dit kwam bij mij ook nog maar net binnen. Nou, greybordaad is dus gewoon heel dun. Ja, grijsbord eigenlijk. Het is, ja, wat zal het zijn? Ik denk iets van 1 mm dik. Dit kan je dus zelf op kleur brengen. Je kan het bijvoorbeeld eerst even voorzien van een beetje lijm en dan mega flakes eroverheen doen. Of je kan het met Versamark gaan bedekken en dan met embossingpoeder. Je kan de frontage overheen doen. Je kan het met distress inkt op kleur brengen. En je kan ze uiteraard ook gewoon zo laten. Zeker voor mixed media is het ook super leuk. Dan hebben we een hele mooie herfsttekstkaart. Deze kun je dus gewoon zo dubbel vouwen. En dan kan je hem als kleine kaart gaan gebruiken. Of als je zegt van ik wil het liever op een gewone kaart gaan gebruiken. Kan je ook gewoon deze letters allemaal los gaan gebruiken. Dus dan heb je gelijk het woord herfst. Dan een heel mooi stuurwiel. Die kan je dus gaan gebruiken, ja, op maritiem kaart, op mannenkaart. Je kan hem ter decoratie ergens achter gaan doen. Net wat je zelf leuk vindt. Die is ook niet zo heel groot. Het formaat van deze is 14,5 centimeter. Dus het past gewoon op een standaard kaart. Dan een setje van 2 paddenstoelen. Dus gewoon 2 losse paddenstoelen. Je kan zeggen van nou, ik maak daar echt een kaartmodel van. Door deze gewoon 2 keer uit te stansen en alleen aan of uit te knippen en alleen aan de bovenkant even vast te maken. Hij blijft dan wel wat lastig staan omdat hij hier gewoon ja, rond is. Je kan hem ook op een kaartenstandaard doen. Deze is 14 centimeter hoog. Je kan er ook voor kiezen om deze gewoon weer op een vierkante kaart of op een shape art van Dutch Doobadoo te gaan gebruiken. Is maar net wat je zelf ja, ermee in gedachten hebt. Mogelijkheden genoeg. Dan hebben we een heel leuk nagellakflesje. Nu had ik al bedacht, ik weet niet of het te realiseren is, om er een heel klein doosje in te gaan maken. En dan deze dubbel en dan dus ook echt een nagellakflesje erin te gaan doen. Leek me wel heel leuk om een keer mijn nichtje als cadeautje te gaan geven. Dus dan wil ik even kijken of dat gaat lukken, vast wel. Dan een hele leuke fles. Nou, die fles die kan je ook nog als schutkaart gaan gebruiken. Ik weet dat Jeanette dat heeft gedaan. Ik zal hem ietsjes naar beneden. Dan kun je ook zien dat je een hele mooie opening. Daar kan je nog weer ja, een touwtje aan doen. Net wat je zelf leuk vindt. Wat je ook nog kan doen is bij deze fles. Dat bedenk ik nu ter plekke. Dat je dit half open laat. Dat je hier nog weer een label achter schuift. Of dat je er bijvoorbeeld geld achter stopt voor een ja, een cadeaubon. Geen idee. Mogelijkheden genoeg ook weer met deze. Dan hebben we voor de mannenkaarten een toolset. Dus een hamer en een zaag. Nou, er komt volgende maand van Studio Light weer een super gave industriaal lijn uit. Ook voor mannen. Dus daar kan dit weer heel mooi bij gebruikt worden. En een hele mooie mask van herfstbladeren. Nou, dat hebben we eigenlijk nooit genoeg. Die miste ik ook nog wel. Dus hier ben ik wel heel erg blij mee. Nou, dat is de Dutch Doobadoo collectie. Dan ga ik door naar hele leuke stempeltjes van Crafty Motions. Ja, de een zal er wel van houden, de ander niet. Maar dit zijn dus hele leuke stempels van Sjors. Sjors is het paard. Dus dit zijn gewoon echt grappige kaarten, zeg maar. Ja, die hamer en die zaag zitten in één pakket. Dit is van Carla Creatief. Zij heeft in opdracht van Crafty Motions deze gemaakt. Nou, dit is dus handletterteksten wat erbij zitten. Die kan je dus gebruiken. Maak er een paardachtig jaar van. Nou, jingle all the way. En what fun it is to ride. Kus me onder de marentak. Nou, dit is dus van het paard Sjors. Er zitten dus teksten bij en stempeltjes die je zelf in kan gaan kleuren. En die zijn echt ontzettend leuk. Dan Sjors met de sneeuwpop.
Ik vind dit echt, ja, voor leuke tafereeltjes. Hele leuke setjes. Deze zijn, meen ik uit mijn hoofd, 5,50, 5,95, iets in die buurt. Dan hebben we Kaat en Odie. En Kaat en Odie die maken ook gewoon de leukste, ja, verhaaltjes mee. Ook leuk voor, ja, kinderkaartjes. Voor kinderkerstkaartjes. Nou, ook daarbij weer de teksten. Zullen we een sneeuwpop maken? Welkom winter. Nou, dit zijn dus vier stempeltjes in de serie. Kaat en Odie en Sjors. Mirjam had er een hele leuke lantaarn mee gemaakt. Dus die staat in onze Facebookgroep. Dus wil je er een voorbeeld mee zien, kijk dan eventjes in onze groep. Nou, weet je wat ik doe? Vanmiddag zal ik die lantaarn van Mirjam wel eventjes op onze pagina neerzetten. Voor degene die niet in de groep zitten. Nou, dan gaan we over naar de Ketzelkraft stempels. Ketzelkraft heeft namelijk ook weer heel veel nieuwe stempels uitgebracht. En die zijn ook weer bij ons binnengekomen. Nou, dit is Ketzelkraft is een merk. Of je houdt er niet van, of je houdt er wel van. Dat is gewoon smaken verschillen. Ik vind ze zelf heel erg leuk. Maar ik gebruik ze voornamelijk dan voor een art journal pagina. Er zijn verschillende soorten stempels. Hey, chips. Ik zie dat ik iets te veel terug heb gedaan naar de winkel. Het is namelijk in deze serie van die, hoe noem je ze? Nou, verzin er maar een naam voor. Als jullie het weten, dan weet ik het ook. Deze poppetjes, laat ik ze zomaar even noemen, zijn dus twee verschillende varianten van. Nou, deze zijn ook makkelijk in te kleuren voor degene die moeite hebben met kleuren. Dus het zijn, ja, leuke stempels. Qua formaat zijn ze ook leuk te doen. Ze zijn ongeveer 6 centimeter. Ja, eigenlijk zijn ze allemaal ongeveer 6 centimeter. Nou, Dini Sprakel die heeft er ook al een aantal voorbeelden mee gemaakt. Ze zijn gewoon echt te leuk. Deze stempels, zoals jullie kunnen zien, zijn dus alleen maar het rubber wat je krijgt. Dit is een stempellap op A5 formaat en kost 14 euro. Je hebt hierbij nog IZ-foam nodig. En IZ-foam is dus dat grijze foam waarmee je ze op het acrylblok kunt laten plakken. Zodat je ze ook in je stempelhulp kunt... Zodat je ze ook in je stempelhulp kunt gaan gebruiken. Wil je nou niet werken met dat IZ-foam? Dan hebben wij ook nog Tag & Peel. En Tag & Peel heb ik helaas niet bij me, want dat bedacht ik me later nog eventjes. Ik heb dat hier al op mijn acrylblok geplakt. En Tag & Peel is eigenlijk een soort, ja, plaklaagje. Daar moet je dus ook altijd het beschermlaagje weer opplakken. Ja, Sherlock Holmes was het set inderdaad. Klopt, Eveline, dankjewel. Dat Tag & Peel is dus een soort, ja, plak iets. Daarmee kan je dus je stempeltjes op je acrylblok gaan plakken. Dus dan hoef je ze niet eerst te voorzien van dat IZ-foam. Je knipt ze dan gewoon netjes uit. De stempel plak je hierop. Je gaat stempelen. Je haalt de stempel hier weer vanaf. En die dek je weer af met dit foam. Ik zal het in een andere uitzending nog wel even een keer helemaal laten zien. Dan ga ik er wel iets verder eventjes op in. Ik zelf persoonlijk, maar dat is gewoon echt mijn persoonlijke ervaring, heb gewoon het allerliefste dat IZ-mount. En waarom? Met dat IZ-mount kan ik hem in mijn stempelhulp gaan doen, zodat ik elke keer weer kan herhalen en herhalen als een afdrukje niet goed is gegaan. En je hebt ook altijd net wat meer druk doordat je hier dat foam achterplakt. En zoals je hier wel kunt zien, dat foam, dat kun je dus ietsjes induwen. Waardoor je dus iets kan gaan spelen met je druk van de stempel, zeg maar. Dat kan je met dit dus niet. Dus je moet dus altijd gelijk goed stempelen. Maar heb jij heel veel van deze stempels en wil jij niet altijd
dat IZ-foam erachter doen. Dan is dat Tech & Peel dus ook een goede oplossing. Nou, ik zal even die stempels laten zien. Dit is dus Sherlock Holmes en er was nog een set van. Dan hebben we Les Suricates. Nou, die zijn ook wel erg leuk. Hele leuke smalle katjes allemaal. Kijk, dit zijn dus echt gewoon een beetje ja, de grappige setjes. Nou, dan een hele leuke met een hek. Nou, dat hek kan je gaan gebruiken in combinatie met deze stempels. Maar je kan ook zeggen van, nou, ik zet er een kat voor. Net wat je zelf leuk vindt. Dit zijn dus allemaal die grote A5 sets van €14. Nou, dan hebben wij ook de katten weer opnieuw binnengekregen. Die katten die blijven gewoon echt stokstaartjes, klopt. Ja, dat Tech & Peel kan je wel in je stempelhulp gaan plakken, maar dat blijft er dus wel echt vast op zitten. Dus als jij dan een acrylstempel erop wil doen, dan moet je die ook weer op dat Tech & Peel gaan plakken, zeg maar. Dus dat vind ik nog niet helemaal een ideale oplossing. Dan hebben we de katjes nog weer. Nou, de boerderijdieren zijn weer opnieuw binnengekomen. En de katten zijn binnen, of de ratjes. Nou, dan hebben we nog monsters weer binnengekregen. Alle Ketzelkraft stempels kun je gewoon weer vinden in de webwinkel. Dan hele leuke bunnies. Die zijn wat kleiner, dit noemen ze de mini-stempels. En die mini-stempels die zijn €4,50. Ik zal even kijken hoe groot die ongeveer is. Deze is 8 centimeter hoog. Dus dit zijn echt ja, weer wat kleinere stempeltjes. De robothond. Joy the world through the eyes of your heart. Nou, een hele mooie tekst. De robotkat. The future is bright, fruitful and positive. Nou, ook een mooie tekst. En de populaire Tom kan prullenbak is ook weer bij ons binnengekomen. Nou, ik heb met deze hele leuke voorbeelden gezien van Jolanda de Ronde. En daar had ze bijvoorbeeld deze prullenbak en dan die ratjes erachter gezet. Want die kan je er net... Ja, of ervoor of erachter zetten. Daar kan je zo leuk mee spelen. Dit is echt een heel leuk combi set. En ook de katten kun je ervoor of erachter zetten. Deze boerderijdieren passen er weer bij. Dat varkentje erachter. Ja, echt een superleuk set. Nou, deze Ketzelkraft stempels, ja, die blijven gewoon echt supergoed doen in de winkel. Wat ik... dan nog wilde laten zien. Dat is deze liniaal. Nou, inmiddels zijn er alweer ruim 100 van op de post gegaan. Dit is een T-square liniaal. Ik heb zelf, zal ik heel eerlijk zeggen, nog helemaal niks ermee gedaan. Ik moet nog uit gaan testen in hoeverre als ik hem handig vind en wat je er allemaal exact mee kunt gaan doen. Maar er staat in de webwinkel al een filmpje bij. En Jennifer McQuire gebruikt deze T-square ruler heel erg veel. Nou, daar kan je dus altijd recht mee gaan snijden. Uittekenen, net wat je zelf wilt. Deze heeft dus hier zo'n richeltje. En dan kan je hem dus of naast je kaart vastleggen. Zodat je dus je papier altijd exact in het midden af kan gaan tekenen. Aan de ene kant heb je de centimeters onderaan en de inches bovenaan. En je kan dus altijd recht gaan tekenen. Afmeten. Hier zit geen ijzeren snijrand aan. Dus dat mist hij wel. Maar hij is wel gewoon ideaal. Je kan hem ook aan de zijkant van je snijmat leggen. Dan kan je ook zorgen dat je alles gewoon netjes recht aftekent. Dus het is gewoon voor echt een hele... Ja, je hebt inderdaad gewoon altijd een hele goede haakse lijn. Ook als je bijvoorbeeld iets even op wil plakken. Als je wil weten van... ik zal het eventjes...
bedenk ik me nu even ter plekke. Als je bijvoorbeeld een papiertje hier weer op wil plakken, dan kan je ook altijd kijken van, nou, ik leg hem er gewoon zo eventjes bij onder. Dan weet je bijna zeker dat je hem recht hebt. Dit werkt altijd weer net wat makkelijker dan als je alles op je blote oog moet doen. Nou, deze liniaal die heeft ook echt een spotprijs van maar €2,95. Dus eigenlijk is dit gewoon, ja, ik denk dat dit een nieuw basisartikel wordt. Gelukkig hadden we die heel groot ingekocht. En ik moet komende week weer in Amerika bestellen. Dus ik bestel hem gelijk weer erbij. Maar dit is gewoon echt een, ja, super handig basisgereedschapje. Dan de frantage. De frantage Chunky White. Dat is die witte sneeuw, zeg maar. Wat ik vorige week had laten zien op mijn Art Journal pagina en op die populaire kaarten met dat rijstpeper. Dat is zeg maar dit witte waar je de sneeuw mee kan maken. Dat was van de frantage, maar dat was in no time helemaal uitverkocht. Nu komt dat uit Amerika en dat kunnen wij niet zo heel snel bij bestellen. Dus nou heb ik gekeken en de Opak Bright White Ultra High van de Wow Embossing Poeder geeft dus eigenlijk exact hetzelfde effect. Dat is artikel nummer WL01UH. Dus echte ultra high. En daar zitten. Je kunt het in de webwinkel niet zien. Ik ga nog even kijken of ik daar andere foto's van kan gaan krijgen. Want de foto's op de webwinkel, dat, ja, dan lijkt het gewoon alsof het gewoon die dunne poeder is. Maar als je dit dus op je creatie strooit, dan zie je wel dat dit echt van die dikke korreltjes zijn. Dit ga je vanaf de onderkant verhitten met je heat tool. Dus echt vanaf de onderkant, omdat het gewoon losjes erop blijft liggen. Ik zal het er nu eventjes afhalen, hoef het de heat tool niet bij te pakken. Dan versmelt het. En dan krijg je dus exact hetzelfde als wat je met die frantage hebt. Nou, deze is €3,25. Het potje is wel iets kleiner dan die van de frantage. Maar hij is dus ook goedkoper. Nou, Ingrid, wat het verschil is. Ik vertel net dat het eigenlijk exact hetzelfde is. Dat het dezelfde werking heeft. Dus er zit weinig verschil in. Heb je die frantage, dan blijf je die natuurlijk gewoon gebruiken. Moet je nog de sneeuw aanschaffen, ja, dan zou ik gewoon nu gaan voor deze. Want zo'n potje, ja, daar kan je gewoon ellenlang mee. Voordat je dit helemaal op hebt. Of die liniaal in combinatie kan met de glasmat van Tim Holtz. Nou, ik denk het wel. Daar ga ik wel vanuit. Wij hebben wel, ik zie hem in mijn ooghoek nog liggen, ook de multimedia toolset van Tim Holtz binnengekregen. Daarvan staat een filmpje op de webwinkel wat je daar allemaal mee kan. En daarin zit dus ook een liniaal die je dus haaks op je werk kan leggen. Dus die kan je ook aan de glasmat bovenaan doen of aan de zijkant. Want die heeft, zoals je hier kan zien, ook een breder opstaand stukje. En even kijken, deze heeft ook geen, ja, deze heeft aan deze kant wel een ijzeren snijrand. Dus deze van Tim Holtz, die heeft wel het snijrandje. En daarmee kan je dus ook altijd die haakse lijnen gaan snijden. Want die glasmat van Tim Holtz heeft ook allemaal die grits erop staan. Dan zit er ook een schraper bij waarmee je de mat weer schoon kan krijgen. Dus dat is het multimedia set van Tim Holtz. En dat filmpje daarover staat wel in onze webwinkel. Nou, volgens mij heb ik jullie al wel weer heel veel laten zien. Even kijken hoe die er ook alweer in zat. Nou, daar kun je mooi mee aan het puzzelen komen. Zo zat hij erin. Volgens mij heb ik jullie vanmorgen al wel weer in die korte tijd heel veel laten zien. De Wow is er van die Ultra High niet in andere kleurtjes. Je hebt alleen volgens mij de Clear Gloss nog in de Ultra High. En die Clear Gloss,
Die is dus gewoon echt transparant. Dat is voor een hoger laagje ergens overheen. Oh ja, wat ik jullie nog wel wil laten zien. Dat is de Archival Ink Cleaner. Dat is een... als je bijvoorbeeld met de Archival Ink stempelt. Dat is een hele fijne inkt voor op bijvoorbeeld mixed media en allerlei ander soort projecten. Archival die droogt snel en stempelt gewoon heel erg goed en dekkend. Maar als je de Archival inkt gaat schoonmaken met je stempjammy, dan merk je dat je stempels gewoon gekleurd blijven. Dat krijg je er niet helemaal goed af. En met deze Archival inkt schijnt het dus dat je dat er heel goed af gaat krijgen. Ik heb het zelf nog niet getest. Maar ik heb hier al zoveel goede berichten over gehoord. Dat ik ervan uitga dat het gaat werken. Zodra ik tijd heb ga ik het uiteraard even nog testen. Er zit aan de bovenkant zit gewoon zo'n kussentje. Waarmee je dus je stempel gewoon makkelijk schoon kan maken zonder te morsen. Dus het is gewoon eventjes indrukken. Kijk, en dan komt er al gelijk vloeistof uit. En daarmee maak je dus je stempels goed schoon. Deze kost €4,99. En het is dus niet alleen voor de Archival inkt, maar voor allerlei soorten. Andere soorten inkt ook. De rijstpeper van die blauwe van de kerst, die komt inderdaad weer binnen, Marianne. Hij is of onderweg of het wordt vandaag, als het goed is, verzonden. Dus het komt zeer binnenkort weer in de webshop te staan. Ik wil jullie nog één dingetje laten zien. En dan stop ik echt. Want wij hebben namelijk ook het nieuwste boek van Emmanuelle Collin binnengekregen. En voor degenen die dat boek nog niet kennen, dat zijn dus kleurboeken. Het formaat is ongeveer 20 bij 20, dus het zijn net iets grotere afbeeldingen. Maar die zijn zo leuk om in te kleuren. Dit is dus op aquarelpapier. En je kan het ook met potloden in gaan kleuren. Nou, dit is dus een afbeelding uit een eerder boek wat ik al heb ingekleurd. Maar dan kunnen jullie even zien wat het eindresultaat gaat worden. Of kan worden. Dit is, werkt heel verslavend om te doen. Ik gun me er alleen te weinig tijd daarvoor. Nou, dit is dus deel 3. En ik zal even laten zien welke afbeeldingen erin zitten. Er zitten 14 verschillende in en ze zitten er allemaal 2 keer in. Nou, ik weet dat ik door mag gaan, maar mijn zittijd is een beetje op. Dus ik moet zo wel echt ermee stoppen. Dus dit is echt even het laatste wat ik vandaag laat zien. Zeer binnenkort ben ik er wel weer, want er komt gewoon nog veel meer leuks aan. Het is van de week echt pakjesweek bij ons. Deze is ook die super gaaf. Ja, maar ik heb natuurlijk... ik heb die trouwens met de Gansai Tambi ingekleurd. En over zo'n kleurplaat doe ik ook echt heel wat uren hoor. Dat is niet dat je denkt van dat hij met een uurtje klaar is. Daar doe ik echt dagen over. Want dan weer een likje hier erbij. Dan weer een likje daar erbij. En dat, daar blijf ik ook mee bezig. Dus dat is voor mij gewoon echt puur ontspanning. Ja, zo'n kleurplaat kan ik gewoon niet tijdens een live gaan doen. Zo'n kleurplaat ben ik gewoon echt heel wat uren mee bezig. Want dat doe ik gewoon echt, ja, op mijn dooie gemak. Gewoon echt ontspannen kleuren. En dat ja, kan ik gewoon niet tijdens een live doen. Nou, dit is toch wel echt een super gaaf boek weer. Dit is, ik meen, 250 grams. Ja, 250 grams papier. Dus het kan ook gewoon echt heel wat water aan. Nou, volgens mij... ik heb de eerste ook alweer gehad. Dus er zitten in totaal 14 afbeeldingen in.
in te kleuren met echt heel veel verschillende kleurmediums. Nou, het is echt, ja, een prachtig boek om in te gaan kleuren. Nou, dat was het voor vandaag. Ik kom vast binnenkort wel een keer weer live om wat nieuwe spulletjes te laten zien. Voor nu wil ik jullie allemaal weer heel hartelijk bedanken voor het meekijken. En tot de volgende keer maar weer. Doei doeg!